een van de belangrijkste taken van het waterschap is het peilbeheer. Zorgen dat we niet te veel, niet te weinig water hebben. En voor het peilbeheer maken wij gebruik van heel veel meetinformatie die wij inmiddels inwinnen. Waterstand en neerslag. Al die informatie gaat bij ons modellen in. En op basis daarvan kan een beslisondersteunend systeem de gemalen aansturen. Alleen daarbij constateren dat we één hele belangrijke bron niet hebben op dit moment. En dat is de actuele verdamping. En met de introductie van de lisimeter krijgen we nu een goed beeld van de actuele verdamping. Zodat we het hele peilbeheer beter kunnen gaan doen. En peilbeheer is één ding, verdamping is één ding, maar dat water gaat ook de bodem in. En daarvoor hebben we ook extra meters aangeschaft. En daar kan Jan-Willem zeker wat meer over vertellen. Ja, met die meters die we daarbij toe gaan passen, meten we eigenlijk hoeveel bergingsruimte er nog in de bodem is. Dus als er een hele grote bui met neerslag is gevallen, het heeft hard geregend, dan weten we beter hoeveel water we zo snel mogelijk weg moeten pompen en hoeveel water er tijdelijk achterblijft in de bodem voordat we dat dus bij onze gemalen krijgen. Dat we daarmee beter inzicht hebben in de kwetsbaarheid van ons systeem.